een lege sokkel. Hoe kan dat? Een eeuw lang heeft hier een monument gestaan dat nog sneller verviel dan de roem van Tollens. En dat wilde heel wat zeggen. Het is rond 1970 weggehaald. En we hebben dit jaar een actie gestart om een nieuw beeld op de sokkel te kunnen plaatsen. En Tollens is nog altijd een dichter die je moet lezen? Ik zou niet alles achter elkaar lezen, maar er zit nog heel leesbaar werk bij. Ja. En wat is eigenlijk zijn meest aansprekende prestatie geweest? Dat ligt eraan hoe je het bekijkt. Het Nederlandse volkslied, Wie Nederlands bloed door daders vloeit, is natuurlijk zeer beroemd. Ja, want tot 1932, het officiële volkslied van Nederland. Het officiële volkslied, precies. De overwintering op Nova Zembla is voer voor leerlingen geweest in de vorige eeuw. Ja. Velen hebben dat uit hun hoofd moeten leren. Ja. Maar hij mag ook herdacht worden als iemand die zijn werk beschikbaar stelde voor anderen. Ja. De Betelbrief in de winter bijvoorbeeld voor de Rijswijkse armen. Ja. Het was een goed mens. Ja, zeker. Ik denk dat het volkomen terecht is dat Tollens een plaats krijgt in het Pantheon. Dus ik zou nu hem met een roos willen eren. Nu is het werk dan afgedaan. De dagtaak die mij God hier gaf. Ik kwam aan het einde van mijn baan en zet de voet in het graf. Als ik terugzie langs mijn pad, hoe kruisten lief en leed elkaar. Het was ginds langs doornen dat ik trad, het was langs bloemen daar. Gij waart mij goed, weldadig God, wat diepe zucht mij soms ontvloot. Gij gaaft mij menig zielsgenot en meer dan dagelijks brood. Soms rees een steenrots voor mijn voet, een berg die onbeklimbaar scheen. Gij hieft mij op en gaaft mij moed en hielpt mij er overheen. Soms werd me een wond in het hart gescheurd en viel mij het schreien bitter bang. Gij hebt mij het hoofd weer opgebeurd, al bloedde het hert te lang.